Goedemorgen, oom Marine. Hey, welkom, welkom. Voor het kinderprotest begint, gaat Jade Lee eerst langs bij oma Rinja. Daar mag ze speciale kleding uitkiezen. Oh, ik vind deze wel mooi. Jade Lee gaat naar het protest in een kotto. Dat is traditionele kleding uit Suriname, waar haar familie vandaan komt. Het bestaat uit een onderrok, uit een yaki en een angisa. Dat is dan de hoofddoek. Veel mensen dragen dit ook op 1 juli. Ik vind het prachtig. Ik vind dat het gewoon iets is wat vroeger is ontstaan en dat we het nu nog steeds dragen en kunnen laten zien aan de mensen wat het is. Samen met andere kinderen gaat ze vandaag protesteren. Ze wil dat Kitty Kotti op 1 juli een officiële vrije dag wordt. Zodat wij onze familie kunnen herdenken en feest kunnen vieren en gewoon genieten van onze dag. Met Kitty Kotti wordt herdacht en gevierd dat Nederland de slavernij afschafte. Dit jaar is dat 150 jaar geleden. Jade Lee staat dan altijd stil bij wat haar voorouders, die tot slaaf waren gemaakt, hebben meegemaakt. Ik denk aan meestal dat mijn voorouders zo hard moesten werken en dat niemand dit wil meemaken. Dus gewoon dat het echt vreselijk is wat ze hebben meegemaakt. Ook viert ze samen met familie dat zij nu in vrijheid leven. Maar dat is best lastig, omdat ze dan eigenlijk naar school moet en volwassenen moeten werken. En daarom gaat ze nu protesteren. In haar kotto. En er zijn overal wel mensen die dit willen vieren, maar geen vrij krijgen. Dus daarom vind ik het hartstikke belangrijk. En dat vinden meer kinderen en volwassenen. Met protestborden en spandoeken lopen ze een optocht door Amsterdam. Ik vind gewoon kinderen moeten gewoon vrij krijgen. Iedereen moet vrij krijgen op 1 juli om feest te kunnen vieren met elkaar. Maar dat we er toch bij stil kunnen staan wat er is gebeurd. En dat ook het hele land vrij kan hebben. Zodat iedereen kan beseffen dat het niet niks is. Als 1 juli een vrije dag zou zijn, zou ik graag feesten willen geven met mijn vrienden en mijn ouders en familie. Wat willen wij? Vrij! Wanneer willen wij het? Vrij! Wat willen wij? Vrij! Wanneer willen wij het? Vrij! Jade Lee heeft er na dit protest alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ik hoop gewoon dat iemand het ziet en denkt van dit moet echt een vrije dag worden.